Ik ben Sanne en ik werk op de spoorafdeling van Royal Haske in het Koning DHV. En ik ben in Venlo en ik ben in een asieltrein. En de trein is helemaal leeg, behalve een aantal collega's van mij. Want wij gaan vanavond namelijk een testrit maken tussen Venlo en Kallekiegen. En normaal gesproken ben ik programmeur, maar vanavond mag ik mee en ik neem jullie dus ook mee. Om jullie op de hoogte te houden van waarom wij hier precies zijn en wat wij precies allemaal gaan testen. En we hebben zelfs een sleutel, kijk hoe cool, we kunnen zo de sleutel kijken. Oké, ik neem jullie even mee. De deur gaat open! Dat is toch super cool! Dat zit me altijd op. En wat we vandaag gaan doen is gaan testen hoeveel rijtijd dat kost. En ook kijken of dat nou ja, ook een beetje prettig uitvoerbaar is. Waarom heb je de wilde keuze gemaakt om de hele nacht in een trein te zitten? Dit wil je meemaken. Ik ben hier nu met Lucas en Lucas, heb je er een beetje zin in? Ik heb er hartstikke veel zin in. En je hebt er zin in? Ja! En wat is voor jou de reden om echt wel mee te gaan met deze nachtelijke testrit? Dit kan je niet herkansen. Waar kijk je het meest naar uit vanavond? Ja, we hebben gewoon een trein, jongens. Gaan we mee rijden, mooi. Vet. We zijn begonnen met rijden en dat kunnen we buiten zien, maar ook op onze livestream. Voor de duidelijkheid, we zijn dus net vertrokken onder spanning. De pantograaf is naar beneden gegaan en we zijn nu aan het rollen op basis van onze startsnelheid. En we merken nu dus dat we niet zo heel hard meer gaan. Ja, we hebben de test net gehad. We hebben al interessante eerste resultaten en we rijden nu door naar Kallekiegen om onze meting af te maken. We hebben onze rijtijd weten tussen Venlo en Kallekiegen. De derde testrit is begonnen en dit keer rijden we volledig op Duitse spanning. We rijden nu op Duitse spanning omdat we op een ander spoor zijn vertrokken, waar dus ook Duitse spanning op kan in Nederland. Tot de volgende. Dankjewel. En je hebt echt wel een hart van spoor, dus dit is eigenlijk een soort van een droom die uitkomt. Dit is wel ontzettend leuk. Nou, maar een soort van mijn eigen trein, daar komt het wel een beetje op neer. Nou, het zit er inmiddels weer op. Het is 3:30 s'nachts en we hebben super veel geleerd vannacht. Allemaal specifieke dingen over het traject en wat de treinen wel en niet zullen gaan halen. Dus nu in gesprek met ProRail en naar de tekentafel om te kijken hoe dat allemaal uitkomt in de dienstregelingen voor de Intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf. Nou, bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende testrit.